Nog nooit heeft hij zo dicht boven zijn eigen stad gevlogen. De bijna 80-jarige Dick Moel uit Den Helder. Hij is uitgenodigd door de Nationaal Ouderendag als dank voor al zijn steun binnen het gezin. Ik vond het geweldig dat mevrouw dit voor elkaar heeft weten te krijgen. Ze kan niet meer auto rijden, ze kan niet meer fietsen. Dus ik ben eigenlijk de hulp in alles. Ook door het feit dat we 8 keer in onze familie kanker hebben gehad. En daar hebben we eigenlijk ons portie wel gehad. Nou, ik vind het geweldig, weet je. Hij doet altijd zoveel voor ons vanwege de ellende in ons gezin. En hij is nog kwiek, hij wordt 80, maar hij kan eigenlijk nog alles. Terwijl hij ook 2 keer kanker heeft gehad. En hij wilde graag vliegenier worden. En hij was gekeurd, maar mijn vader was marineman. Dus ik wilde niet dat hij de lucht in ging en altijd maar weg. Dus toen heeft hij voor mij gekozen, maar ik heb eigenlijk altijd spijt gehad. Nou, ja. Nu even 20 minuten de lucht in. En nu gaat hij 20 minuten de lucht in. Ja, dit is wel heel bijzonder. Wel een hele mooie wens ook. Ik vind sowieso heel erg belangrijk dat er aandacht wordt besteed aan ouderen. De ene ouder is wat eenzaam als de andere ouderen. Maar ik vind het gewoon heel erg fijn dat er gewoon mensen gezien worden en dat er aandacht besteed wordt aan de mensen. Dick Moel, hoe was het? Fantastisch. Ik heb het leuk gevonden. En precies over, tenminste in de buurt van ons huis, van mijn zoon. Ja, ik heb het hartstikke leuk gevonden. Het is voor een tweede keer herhaling vatbaar. Ja. Nee, dat is fantastisch. Ik kan niet anders zeggen.